Goedemorgen. Ik ga vandaag werken met deze twee stansen. Daar wilde ik een leuke kaart van maken. Ik laat even zien hoe ik hem gemaakt heb in een snel tempo. Later kun je hem altijd terugspoelen, deze video. Ik ben begonnen met een oud tijdschrift. En daar, die heb ik op, omdat het vrij dun is, een krantje. En die heb ik gewoon bij de... Mijn tweedehands winkel gekocht. En die heb ik met bijzon. Heb ik die. En als je het zo vastmaakt. Heb ik die op elkaar gelijmd. Zoals je kan zien. Dus dat je het gewoon. En dan vervolgens gebruik ik deze leuke dingen. Het zijn allemaal verschillende kleurtjes. Het is een soort pigmentpoeder. Je kunt er ook mee water verven. Het is van Nuvo. Het heet Shimmer Power. En ik laat even zien hoe je dat het, kan, hierop kan bewerken. Wat het leuke hieraan is, eigenlijk verdeelt het nog mooier op waterverf. Op water, hoe heet dat? Op aquapapier. Maar ik doe het nu eventjes gewoon hierop. En dat geeft eigenlijk best wel een leuk effect. Dus je moet heel voorzichtig een beetje poederen. Zo. Even snel. En een beetje geel. Ik ben ook gek op geel. Dat is altijd vrolijk. Zo. En dan ga ik nog even een beetje. Deze is ook altijd heel mooi. Er zitten meerdere kleuren in. Blauw. Ik hou van kermis. Je kunt het ook allemaal in één kleur doen. Maar ik hou van kermis. Lekker veel kleuren. Kan nooit genoeg kleur. Nou, deze is wel heel heftig. Knalblauw. En wat ik nou doe is gewoon met deze spray. Van Ranger. Er gewoon lekker overheen sprayen. Goed nat maken. En je ziet hoe mooi dit eruit komt te zien. Nou, wat je vervolgens doet is dat je dit lekker laat drogen. Dat kan. Maar wat ik doe het met deze föhn. Doe ik het helemaal droog föhnen. Ik haal deze nu even weg. En dan laat ik even zien hoe dat eruit komt te zien. En dan krijg je dus dit. En er zit ook heel veel glinstering in. Het is heel erg gaaf. Nou, dan komt mijn stans eigenlijk weer in, heb ik het netjes uitgestanst. Ik heb, er zit nog een buitenste ring in. Die heb ik gewoon lekker uit een beetje kraft gesneden. Dat heb ik vervolgens ook, dat een beetje droog maken hier, heb ik dat ook met de bloemen gedaan. Die heb ik ook vervolgens uit dit papier gesneden. En dan laat ik even zien hoe ik dat heb opgebouwd. Kijk, je hebt hier het kaartje nu. Oh, dit is de basis. Dan heb je dit. Dan doe je die. Je kunt het nog eventueel verdiepen. Dan doe je een 1 of eventueel 2 bloemen. Nou, dan gaan we nog eventjes... op het papier. Een randje blijft er nog altijd over. Dan gaan we er nog even stempelen met deze set. En dan zullen jullie zo zien hoe het kaartje af is. Ik heb dat met deze twee ga ik dat stempelen. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren. Tot ziens!